bij mijn allereerste shopvlog. En ik begin meteen goed, want ik ben bij de Action geweest. En het is echt, ik ben goed geslaagd, zeg maar. Action vind ik echt te gek. Maar ik probeer er niet te vaak heen te gaan, want anders kom ik elke week met zulke volle tassen thuis. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik zoek elke keer weer, zeg maar, een reden om naar de Action te kunnen. En gisteren was het eindelijk zover. Gisteren was namelijk een muis van mijn laptop kapot gegaan. En echt waar. Als ik iets verschrikkelijk vind, is dus dat ik geen muis heb. Ik wist niet hoe snel ik naar de Action moest. Mijn allereerste aankoop is dan ook een muis. Ik ben voor een hele simpele zwarte muis gegaan. Dit is de muis van Maxter. Goed, ik heb deze nog niet uitgeprobeerd, maar ik ben heel erg benieuwd naar en het zal vast wel goed zitten. Dan heb ik een aantal maskertjes gekocht. Even kijken, ik heb er 1, 2, 3, 4, 5. En dat zijn ook nog eens van die dubbele zakken. En ook nog maskertjes van Knijp, waren er ook. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Deze trouwens ook niet, dus ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik een panty gekocht en echt waar, heeft iemand ooit genoeg panties? Vervolgens zag ik dus dit mooi paletje van Maxamore. Ik heb dat eigenlijk nog nooit ergens eerder gezien, dus ik was heel erg benieuwd. Dan heb ik een blonde pruik gekocht. En ja, echt super leuk. Ik wou gewoon voor een keertje blond zijn. Nee, ik heb eigenlijk een heel leuk idee voor een video. Die ik misschien binnenkort op ga nemen. Dus stay tuned. Vervolgens ben ik dus bij allemaal vaste wimpers hoekje teruggekomen. Deze is van Maxamore. Er zijn gewoon drie verschillende nepwimpers. En deze twee zijn best wel gek, maar ze komen dus ook van Bourjois. Ik ben voor deze rock chick nepwimpers gegaan, want ik dacht van nou, misschien is het wel een keer lachen om dat te gaan gebruiken. En ik ben voor deze echt super rare wimpers gegaan. Ik zal ze even inzoomen. Deze, en echt serieus, wie koopt zoiets? Nou, ik dus. Dan heb ik iets anders nog gekocht en nou, dit is serieus het toppunt van ik ga naar de Action en ik koop maar wat. Want dit was echt het allerlaatste wat ik ooit nodig had. Echt serieus, echt. Nou, in ieder geval, ik zag het en ik dacht, oh my god. En ik was samen met mijn vriend in de Action en ik zo, oh my god, moet je eens kijken. En hij zei, oh mijn god, meenemen. En ik heb het meegenomen. Dat is dit spel, Battleships. En serieus? Wat? Maar goed, het deed zo erg aan, aan vroeger denken of zo. Ik weet het niet. Dat is zeg maar een spelletje. En je moet, je moet het dus met z'n spelen. En dan plaats je je boten. En dan moet je je tegenstander eigenlijk aanvallen. En dan zeggen van, oh, je boot ligt op 5D. En dan moet hij zeggen, oh, je hebt misgeschoten. Of, oh, je hebt goed geschoten. En dan de eerste die dus alle boten afschiet van je tegenstander, die wint. En ja, waarom niet? Ik heb ook nog een mooie Frozen muts en Frozen handschoentjes gekocht. Niet voor mezelf, want die waren niet in mijn maat. Maar dit heb ik voor mijn zusje meegenomen. En ja, dit is gewoon echt super schattig. Ook heb ik, oh, ik heb het in mijn oog. Ook heb ik het kabeltje meegenomen. Dit is best wel een handige kabel. Het is zeg maar zo'n, hoe heet dat? Nou, zeg maar van die twee handige uiteindes. Ik weet niet wat dit is, een connection cable. Nou, en toen gingen we dus langs de snoepgedeeltes en al die chocoladingen lopen. Oh, maar ik kon me echt bijna niet inhouden. Echt serieus, dat was echt verschrikkelijk. Want Action heeft altijd zulke lekkere dingen. Vooral die dingen, die buitenlandse milkkaart dingen. Oh my god. Echt, ik liep echt zo langs die chocoladedingen. Ik moest mezelf zo erg in bedwang houden. Oh my god. Kijk, een probleem van mij is dus dat ik niet zo goed tegen melk kan. En ik dus geen chocola mag. Dus het was zo moeilijk om daar langs te lopen. Want ik vind het allemaal zo lekker. Maar wat ik ook lekker vind, zijn deze Noga dingetjes. En echt waar, als je van Noga houdt. Nou, volgens mij ook als je niet van Noga houdt. Dit is
Hemels, echt waar. Dit is zo goed. Verder heb ik dus even een levenslange voorraad aan muffins gekocht. Deze zijn zo lekker, echt waar. Zo lekker. Voordat we gingen afrekenen, hebben we nog even deze Lipton Iced Tea met tropical dingen, zeg maar, gekocht. Deze heb ik nog nooit eerder gezien en ik heb hem ook nog nooit geproefd. Ik word gebeld. Je belt ongelegen. Oh mijn god, dat was dus Nathalie. Hoi Nathalie! Waar ik dus mee bezig was, was dus met over deze Lipton Iced Tea aan het praten. Dus het leek mij heel leuk om dat een keer te proeven. Ik ga het nu proeven. Spannend! Beetje zuur. Zuur. Je bent er wel aan. Maar ja, ik vind die met peach lekkerder. En dat waren mijn aankoopjes. Ja, mijn tasjes zijn helemaal leeg. Echt waar. Zo ga je dus voor één muis naar de Action en je komt met echt een heleboel, gewoon een heleboel mee thuis. Echt serieus. Is er überhaupt iemand die naar de Action gaat en die denkt van oké, dit moet ik hebben en dit moet ik hebben. En ook echt daadwerkelijk alleen die dingen meeneemt die hij dus nodig heeft. Echt serieus. Wat? Dat is niet hoe Action werkt. Is er iemand? Is er iemand, serieus, is er iemand die dus dat wel kan? Laat het even achter in de comments, want ik heb die superpower niet. Dat was mijn allereerste shoplog dus. En ja, vond je het leuk om naar te kijken? Vergeet dan niet om duimpjes omhoog te doen. En vergeet je niet te abonneren, want dan zie ik jou gewoon gezellig de volgende keer weer.